Silla. Ja. Nou, één persoon. Zo, wij zijn een lips. Oeh. Je schoen zetten. En maar over straat. Wat laat zien nou? Ergens anders. Tulpe Piet. We staan al die regen. Mooi. Mama, af. Zit er klaar voor? Sarah, Luxie. Breng je laars. Vanavond bij elkaar. Wow, lekker. We gaan weer zo doen. Oh. Eén. Hele goeie. Morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog, jongens. Het is zaterdagochtend. Weekend! We hebben uitgeslapen. We hebben gisteren met z'n allen... Nou, ik heb vooral uitgeslapen. Vooral Luan heeft half negen. Toen werd ik wakker. Ja, eerst werd mama wakker, toen Luxie, toen papa, toen Lucilla. En toen Luan. Ik. Ja? En het is weekend. Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, we hebben gisteren The Voice gekeken, hè, weer. Het is weer begonnen. Superleuk. Met z'n allen in het grote bed. Dus we hebben weer heerlijk knussen wel geslapen boven. En het is vandaag gewoon lekker, chill, rustig aan. Niks op de planning. Hier hebben we onze superpapa. Goedemorgen, superpapa. Komt er eentje? En hier hebben we de cella. Papa, superpapa. Heb de kastanjes gevonden. Oh. Super Lucilla, deze ook op. Super Lucilla. Kastanjes en eieren in de maag. En Luxie, die staat ook al eitjes te tellen. Goedemorgen, Luxie. Ja. Ei, dat zijn eitjes. Super. Ja. Nou, dus, kijk vandaag weer gezellig met ons. Mee! Ja, en Luxie is alweer lekkere chocoladekrasantjes in maken, hè, Lux? Goed zo. Mami, even helpen? Kijk, als je hem open doet, is het iets makkelijker. Niet te veel, hè? Oh, ja. Goed zo. Ja, ook een beetje. Deze week, het is een nieuwe nummer 1. Er staan namelijk Tess, Piet en Lucilla Willingsa met... Oh. Yes, ik heb er 1! Ja! Gefeliciteerd! Oh, schatje! Oh, wat een leuk! Ja, ook niks. Silla. Gefeliciteerd, Sil. Je nummer 1. En de croissantjes zijn... Nou, eerst maar eigenlijk in. De croissantjes zijn goed gelukt. Zo, wij zijn een heel tijdje verder. We hebben allemaal lekker een beetje zitten keuvelen in huis. Ik weet niet of jullie dit kennen, maar iedereen doet even zijn ding. En op een gegeven moment kwamen Luan en Lucilla met het plan van... Oh mam, mag Luan bij Lucilla? Mag Lucilla bij mij op de slaapkamer logeren? Waarop ik zei, kun je niet beter bij Luan logeren? Want Luan heeft een slaapbankje op de slaapkamer. Jij hebt geen slaapbankje. Nee, ik wil alsjeblieft, mag Luan bij mij op de kamer? Nou, oké, prima, dat is goed. Alleen ja, waar gaat Luan dan slapen? Nou, jullie zien mij dan met de stofzuiger naar boven gaan. Ik heb namelijk een plannetje bedacht. Aangezien ik nog ergens een opblaas luchtkussen had liggen, heb ik even gezocht waar die lag en ik heb hem gevonden. En ik dacht, nou, dan ga ik dus even een opblaaskussen, matras, hier op de kamer van Lucilla neerleggen. Daarachter, maar daarachter is waarschijnlijk ook een beetje verstof. Dus ik neem meteen even een stofzuiger mee. Van het een komt het ander. En dan kunnen jullie toch hier logeren, meisjes. Waar is Luan, Sil? Want je wilde graag dat Luan bij jou kwam logeren. Wil je niet bij Luan logeren dan? Nee? Nee, jongen. Kijk eens wat ik heb gevonden. Ik heb een opblaas luchtbed gevonden en nog een deken. Ik dacht, ik neem even de stofzuiger mee, want het is misschien wel een beetje stoffig daar onder dat bed. Ze willen dus onder het bed slapen. Dan gaan we gewoon een bed maken op de kamer van Lucilla. Ja. Een dubbeldekker, kijk, boven Lucilla en daaronder beneden Luan. Alleen we moeten wel een klein beetje gaan opruimen. Kijk, want hieronder liggen alle knuffels en spulmanden en kussens. En dat past niet, dan past het niet. Dus het eerste wat we gaan doen is dit allemaal weghalen. Gaan we even een ander plekje even hier. Geven. Ik mag nu even hier.
waar het allemaal nog kan staan. Hier. Zo. Kijk, en deze ook. Grote bak. Kijk, en daarachter dacht mama, dat is misschien wat stoffig. Dus dan haal ik even de stofzuiger erdoorheen. En dan gaan we hieronder gaan we gewoon een heel bed bouwen. Even aan de kant. Nu hebben we wel heel erg een matras ook, hè? Ja. Ja, als jullie denken, wat zijn er voor matrassen? Dit is nog een oud matrasje van het ledikantje, nog van Lucilla toen zij nog een baby was. En dat matras... Baby. Ja, je bent een grote baby, hè? Mama. Ja, mama buikbaby. Mam. En, ja, en dat matras waar Luan op zit, kunnen we straks wel weer gebruiken. Want dit is namelijk een boxmatras. Ja. En die hadden we ook even hier neergelegd. Nu hebben we een gordijntje. Oh ja. Ja, Sil. Kan je een hut bouwen. Zo, dan hebben we hier het luchtbed. Zo. Hij past wel, hè? Ja. Oké, en nou hebben we een, moet Luan even gaan blazen? Ja, dag. Nee, daar hebben we een apparaatje voor. Even kijken, deze. Nou, we hebben een stopcontact eronder, de stopcontact. Ja, dat is ook handig. Je kunt er ook nog een lampje neerzetten. Ja. Oh, trouwens, over lampjes gesproken. Weet je wat mama ook nog vond? Nee. Waar heb ik die gelaten? Deze had ik ook nog gevonden. Weten jullie wat het is? Oh ja! Het is nog geen kerst, maar het zijn kerstlampjes. En dan kun je overal mooie kerstlampjes ophangen. Ja, dat is echt leuk. Nou, zet hem maar aan, jongen. Dan blaas hem maar op. Ik ga het even zo versieren. Ja, en nu even een hoes eromheen doen. Heel goed. Want de hoes is een beetje te groot. Nee. Oh, dat is niet zo erg. Trek je hem er even omheen. Dan kun je hem zo strak trekken. Nou, eenpersoonsbed, dat ging toch niet echt door. En dat zat wel een beetje krap met z'n tweeën. Dus we hebben twee persoonsbeds. Ja, ze wouden met z'n tweeën samen ja. Het bed liggen. Dus we hebben nu een tweepersoonsluchtbed uit de kast gehaald. En die gaan we nu opblazen. Zo, wij zijn een heel tijdje verder. En dit is op het moment het resultaat. We hebben een tweepersoonsluchtbed onder het bed van Lucilla gemaakt. En hier kunnen jullie eigenlijk wel met z'n drieën slapen, Luxie. Wil jij ook logeren bij Lucilla? Nee. Wil je met z'n drieën logeren bij Lucilla? Nee. Nee, mama, ik slapen. Gaan jullie samen slapen, Lu en Lucilla? Ja. En hieronder hebben we nog allemaal lampjes opgehangen. Voor de versiering. En Luxie die denkt, hey, leuke springkussen. Lux? Ja. Nou, gezellig jongens. Dan is het bed voor jullie vanavond al klaar. Ja, helemaal top. Nu denk je alleen aan de ene kant, goh, wat een mooi opgeruimde kamer. Maar, oh nee, niets is minder waar. Want we hebben hier even alle spulletjes van Lucilla's kamer heen verplaatst. Zodat het bed bij jou past, hè schatje? Lux, ga je mee naar beneden? Gaan we eerst even lekker lunchen, want inmiddels is het alweer tijd. Is het alweer middag? Is het alweer tijd? Ga je mee? Ah, kom, springen. 1, 2... Oeh, goed zo. Wil je ook bij Lucilla slapen? Nee. Nee? Ik heb hier even een lekker kippensoepje. Als lunch. En kinderen zijn ook aan het eten. Wat wil je hebben? Een lepel erbij. Of een vork. Ja, een vork. Even kijken. Kijk eens. Vorkje erbij. Oh. Sorry. Daniel die is met Woesel en Pip wandelen nog steeds. Die belde van ik kom er zo aan. Die is zijn stappen aan het zetten. Maar wij dachten we beginnen alvast. Dat komt over 20 minuutjes. Ja, en ik had alles er al in gedaan. En heb nog lekkere stokbroodjes. Oh, is heet. Kan wat blazen? Nou, eet smakelijk. Hey jongens, en als jullie vandaag heel lief zijn, mogen jullie vanavond je schoen zetten. Juppie! Jij mag ook je schoen zetten. En broer en Lucilla mag een schoen zetten. En mama ook. Nee, mama mag geen schoen meer zetten. Mama heeft de grote voetjes. Mama? Ja? Mama, je wou toch iets hebben van Sinterklaas, zo'n tang wat je in je hart moet. Ja, misschien vraag ik dat wel voor pakjesavond. Oh. Als ik wat krijg van pakjesavond. Nou, mama, je kreeg ook een cadeautje toen je schoen ging zetten, weet je nog? Is idee. Ja, maar ik had mijn schoen niet gezet. Ik kreeg toch een heel klein cadeautje. Wat voor cadeautje? Kan dat proberen. Ik heb het ook alweer. Oh, dit. Een wenkbrauwpen. Oh ja. Hey, wie komt daar weer binnen? Zes met je zonnebril. Met dit weer, echt waar. Onherkenbaar over straat. Oké. Inmiddels is het nog steeds van dat druilige weer. Ruggige, ik kom er niet uit. Weer. En ik zei tegen de kinderen, zullen we lekker gaan schilderen? Want vanavond mogen ze de schoen zetten.
En dan kun je een mooi schilderijtje in de schoenen. Maar ik hoef niet te tekenen, want ik kan ook zelf een zwerp Sinterklaas. Oh, oké, dat kan ook. Ik dacht eerst even, want we hebben van dat mooie waterverf. En Lucilla die heeft zo'n leuk paletje. Kijk, in het paletje zitten allemaal mooie verfkleurtjes in. Luxie heeft zo'n waterverf paletje, die is voor Luxie. En Luan die pakt even water voor de kwastjes. Oké, en dan gaan we Sinterklaas schilderen. Is dat een goed idee? Ik ga Sinterklaas met zijn stoomboot slepen. Met de stoomboot, oké, dat kan. Nee, je gewoon Sinterklaas. En Luan, kan je ook gewoon Sinterklaas uit jezelf tekenen? Ja. Ja? Oké, nou, dan gaan we beginnen. In die zak op het Sinterklaasjournaal. Weet niet. Een andere grappige man. Mama, ja. Weet ik er niet. Weet je het ook niet? Wij volgen het Sinterklaasjournaal. En er is een mysterieuze zak en een mysterieuze gast. Weten we nu wel op het Sinterklaasjournaal dat het iemand is? Dus mogen we dat kijken? Ja, gaan we straks nog wel even kijken. Dan gaan we allemaal nog even kijken. Ja, we volgen je natuurlijk ook natuurlijk op de voet het Sinterklaasjournaal. En er is iets voor degene die denken, waar hebben we het over? Er is een hele mysterieuze gast mee. En alleen Sinterklaas weet wie het is. En de pieten weten het niet, wij weten het niet. Die wordt je weet het niet. En ze gaan uitzoeken wie het is. Die wordt je blok. Ja, die wordt je blok, die weet het ook niet. En ze gaan uitzoeken wie dat nou is. En er gebeurt ook wat heel raars met schoenen. Ja, ze want gaan over ze zetten op de verkeerde plek. In een blonde blok, op een fiets en op de straat, op de stoep. Dus mensen zetten hun schoenen, kinderen zetten hun schoenen en dan de volgende ochtend staat hun schoen nergens. Ergens anders. Ja. Maar er zit wel een cadeautje in. Oh, nou dan ben ik ook benieuwd of jullie schoen morgen wel op de goede plek staat. Ik hoop het. Dan kom je morgen beneden, is je schoen weg. Ja. Kun je eerst op zoek naar je schoen? Nou zeg. Maar hoe kan dat nou dan? Dat weet ik niet. Dat weten we nog niet. Dat is nog een mysterie. Ze raken het altijd kwijt. Ze raken de schoen kwijt? Ja maar Sinterklaas, die werkt nu thuis en dan moet ze de schoen naar Sinterklaas brengen. En dan zegt Sinterklaas wat erin moet. En dan moet ze hem ook weer terugzetten. En ze raken haar kwijt. Mama, mijn pa. En dan vergeet ze waar die ook alweer stond. Ja. Ah, zou dat maar het zijn? Maar het is wel een beetje apart. Ze moeten wel weten dat ze niet de schoen op de straat hebben gezet. Nee, of in een bank. Dat is wel raar, ja. Ik wil een poedelaar. En weet je, één zat in de wc. Nee. Getsy Derry. In de wc? Ja, mevrouw Schoen. Mevrouw Schoen, die heeft de schoen in de wc. Ja. Nou, dan zou ik hem niet meer aandoen. Nee, ze heeft hem aangedaan. Hè? Nee, echt? Ja, nee, ze heeft hem niet aangedaan. Ik ben benieuwd vanavond of we weer gaan zien. Ja. Nou goed, wij zijn dus lekker aan het schilderen, zoals jullie hebben gezien. Mooie tekeningen. Oh, Luxie gaat door voor nummer 8. Tekening nummer 8. 8? Ja, kijk maar wat hier allemaal op tafel ligt. Allemaal schilderijtjes Luxie gemaakt, hè?
Hey, en wat willen jullie graag in schoen hebben? Weet je dat ook al? Weten de pieten dat überhaupt? Ja, want die hebben mijn verlanglijstje. Oh, ja, dat is waar. Eigenlijk hoef je er helemaal niet meer over na te denken nu. Nee, je hebt gewoon al je wensen doorgegeven. En nou is het maar hopen dat ze er ook wat mee doen. Misschien denken ze... Ja, maar voor Leon hadden we toch iets anders in gedachten. Dat kan. Maar je hebt gegeven tegen Sinterklaas geen babypoppen en geen boksen. Ja, nee, dat klopt. Lucilla. Lucilla die wou nog meer babypoppen. En Luan die wou nog meer JBL boksen. Dus mama heeft even... Maar moet je nou ook echt een logo vertellen? Ja, dat is, ja, je wil alleen maar, jij bent gek van de JBL, niet gesponsord. JBL boksen zeg je altijd. Maar mama heeft een persoonlijk briefje geschreven naar Sinterklaas. Met de vraag... Klaar, ik hoef niet te horen. Of ze dit jaar alsjeblieft geen boksen en geen poppen willen geven. Want we hebben een overvloed aan poppen en een overvloed aan boksen. Kom maar met iets origineels, Sinterklaas. Iets origineels. Ik begrijp niet zo goed waarom je nog meer poppen wil hebben. Want je hebt al... Mama heeft toch ook maar één telefoon? Dat nou als mama 10 telefoons heeft, heb ik toch niks aan? Niet zo raar. Nee, dat is hetzelfde. Ik weet niet of kinderen of ouders dit herkennen, maar ze hebben nooit genoeg poppen. Daarom ben ik heel benieuwd wat er morgen nou in jullie schoen zit. Als er wat in zit. Nou, dat denk ik wel. Ja, ja. Oh, overmorgen ga ik op stroom. Oh, er liep een Piet. Ik zag een Piet. Nee. Ja, echt. Het is niet waar. Nee. Maar hoe weten de Pieten anders of jullie lief zijn geweest? Want je krijgt alleen maar cadeautjes als je lief bent. Maar iedereen mag het niet zien, ook jij niet. Maar hoe weten de Pieten dan dat je lief bent geweest? Ik weet het. Nou. Zijn stiekpieten. Spiekpieten. Oh, dus die kunnen heel goed spieken. Mm-hmm. Die spieken wanneer wij niet kijken. Ja. Maar dat betekent dat ze wel hier ergens moeten zijn. Ja. Zo, alle mooie tekeningen die liggen hier even lekker te drogen. Tafel weer opgeruimd. Alle speeltjes een beetje opgeruimd. En Luan, ja, die zit nog steeds voor Sinterklaas een super mooie brief te schrijven. Nee, een verhaal. Oh, een verhaal te schrijven. En hij is al een hele tijd bezig. Ga zo eens even kijken wat je allemaal hebt geschreven, jongen. Maar ik ga eens even kijken bij de meisjes, want die zijn boven aan het spelen als je Poes en Pip liggen. Oh, die liggen echt hier de hele dag al, hè. Die doen niks anders dan alleen maar chillen op de bank. Het is hondenweer, hè, jongens, buiten. Niks aan al die regen, hè. Nee, och, kijk dan, oh, kijk dat hondje dan. Och, Pippi, ze is zo schattig als ze uitrekt. Zo, de meisjes die zijn boven aan het spelen. Op de kamer. Ik heb weer even de kamer van Luxie weer even een beetje opgeruimd. Kijk of al die dingetjes weer weggehaald. Mam, en hier ook alles weer. Och, mooie prinses. Bas. Zoek jij jouw hakjes? Ja. Ik weet ook niet waar jouw hakjes zijn, liefie. Maar ik vind het wel een hele mooie jurk. Mm-hmm. Nee, we hebben even alles weer teruggezet. Nou, hier gaan mama, ze vanavond slapen. 1, 2, 3. En roze botjes. Lucilla heeft roze botjes. Maar dat kan je toch niet zien. Oh, schatje, wat een mooie jurk. Och, schatje, wat mooi. Nou, pas je me, hè? Ja, je hebt ook een mooie jurk. Kijk dan, die sleep. En Luxie heeft ook een mooie jurk aan. Nou, ze willen allebei prinsessenjurken aan. Heel mooi, liefie. Och, kijk dan. Mooi. Luxie ook. Mooi, hoor. En Luxie, och, Luxie was hier met de LOL-auto aan het spelen. Gaat hij van de glijbaan? Nee, oh. Slapen. Oh, moet het poppetje slapen? Niet wakker maken. Nee, ik zal hem niet wakker maken. Of ik zal haar niet wakker maken. Nee, papa ook. Oh, papa gaat ook slapen. Ja, mama ook. En mama ook. Dit is gewoon jouw sleepsil. Ik vind het echt heel mooi. Heel leuk. Hij is wel iets te groot. Deze nee. hebben we... Ze zegt van niet, maar kijk, hij is hier wel echt groot, liefie. Nee. Maar het is niet erg. Je mag hem gewoon lekker gebruiken als prinsessenjurk. Het is niet te groot. Maar deze jurk heb ik vorig jaar trouwens een keer bij de AliExpress gekocht. Die was helemaal te groot, maar nu past dat wel mooi. Een rode is het. Een hele is het. Mooie, liefie. Een groene is het. Heel mooi. Een blauwe is het. Nou. Ga je nog even lekker spelen? Dan gaat mama vast even eten koken, goed? Of hebben jullie nog geen trek in de buik? Nee. Wat ga je maken? Ik denk dat ik champignonsoep ga maken.
verse champignonsoep. Je kan ook die curry maken, die curryrijst. Curryrijst. Dat hele lekkere, makkelijke vers pakketje. Groene curry. Yeah. Ja? Zullen we die maken vandaag? Maar dan mag ik wel die grote laten liggen. Nee, ik ga hem niet laten liggen, boek. Als Sinterklaas dat hoort. Ondertussen is het bijna klaar. De kipjes, lekkere groentjes en de curry, de groene curry. En dan kunnen we zo lekker aan tafel. Nou, Luan wil dus even zijn verhaal voorlezen, ja, wat hij zelf heeft geschreven. Veel, jongen. Heel oh, veel. Oh, maar ik zat er wel een beetje op. Oh, dat is die zo erg. Alles en alles was weer goed. Wauw, Lu, wat een mooi verhaal, jongen. Dank je. Heel erg leuk. Heel goed geschreven. Het eten is lekker klaar, maar jongens, ik ben Luxie kwijt. Huh? Waar is ze nou waar is ze nou gebleven? Nee. Huh? Mama. Waar is ze nou? Daar. Huh? Hier. Nee, niet hier. Niet hier. Niet hier. Oh, daar is Luxie. Dit is het lekkere brokje van vandaag. Iets smakelijk, jongens. Smakelijk. Papa zal eens een badjas. Veel te koud. Wie had deze tekening gemaakt? Ik. Jij? Is die van Luxie. Deze heeft mama gemaakt. Ja. Deze is van Luan. En deze is van Lucilla. En die ook van Lucilla. En deze is van mij. En de brief erbij. Nou, rol maar mooi op. En dan doen we het in de laarsjes. Kijk, de laarsjes staan al klaar. Ze zeggen, mam, je moet je op je schoen er ook bij zitten. Want je hebt een tekening gemaakt. Ik heb wel een tekening gemaakt. Zal ik het doen? Ja. Ik weet niet of ik het zal doen. Oké, nou Sinterklaas, als u het ziet. Als u er niks in doet, vind ik het niet erg hoor. Als u mijn tekening maar mooi vond. Even kijken, wat zal ik zetten, jongens? Jij moet het doen. Want welke mama, schoen zou ik zetten? Mama? Ja? Als je ook wel je schoen zet, dan krijg je natuurlijk iets. Nou, ik krijg sowieso pepernoten. Ja! Dat sowieso. Ja. Oh, nou dan zet ik sowieso mijn schoen. Pepernoten, die kunnen er met mijn mama altijd wel in natuurlijk. Ja. Oké, ik doe gewoon een lekker sportief schoentje. Mama, ik heb jou een opgerold. Oh ja, hartstikke goed. Nou... Mama de schoen erbij. Kijk eens, mag jij hem in mijn schoen doen? Ja, voor een appel, voor een paard erbij. Heel goed, Luan. Appel. Hartstikke goed. Kijk, Lux, mama heeft ook een schoentje. Schoen. Wil je ook jouw tekening in jouw schoen? Ja, heel goed. Ik mag hem van Lux even oprollen. Ja, rol maar even op. Mag Luxie hem in de laars doen, hè, Lux? Ja. Luxie, doe haar in de laars. Ja, een appel zit erbij. Die is voor het paard. Doe maar in je laars. Goed zo, Luxie. Nee, alleen een appeltje. Een appeltje erbij. Ook een appel. Ja, ga maar naar Luan. Lucilla toe, die helpt je wel. Ja, Lucilla ook nog een appel. Jij hoeft een appel. Pak er nog maar eentje voor Lucilla erbij. Voor Luxie. Luxie, gaat mama wel een cadeautje krijgen in de schoen, denk je? Ja. Ja? Ja. Van mama ja. Ook? Maar misschien wordt het dan niet voor mama, misschien wordt het dan wel voor de baby in de buik. Ja. Dat kan ook natuurlijk, hè? Ja. Maar we gaan het zien. Ja. Dat wordt een verrassing. Ja. Ja, dat is een verrassing. Piet thuis is. Ja, Piet, kijk of Piet thuis is. Ja. Ja, dat is grappig. Ze snapt het al heel goed, hè? Luxie snapt het al heel goed. Had jij een boekje gevonden met stickers? Ik heb voor Luxie. Ja? Wacht hier op de bank? Ja. Oh. Ik kon niet wachten. Is het bijna tijd, Ik tel al weken de nachten. Mag het altijd 5 december zijn? Krijg ik cadeautjes? Wat voor cadeautjes? Wat krijg ik van Sinterklaas? Krijg ik cadeautjes? Wat voor cadeautjes? En ook soep en speculaas. Krijg ik cadeautjes? Wat voor cadeautjes? In de schoorsteen en in
Zeg me toch, waar ben je nou? De clip van Sinterklaas kan niet zonder jou. Er is paniek op het kasteel. Geloof me, het is echt gele kapril. De pieten van de club zoekt zich een schreeuw. Want goede piet is altijd betuweel. We zoeken met z'n allen ook. Van het dak gevallen ook. Gaat dit ons feest verknallen? Oh, dit gaat zit niet bevallen. Oh, er is paniek op het kasteel. Wauw, mooi gezongen en gedanst hoor. Dank je. Nou Lux, nou is het nog een verrassing of ze morgenochtend gaan komen. Als er een cadeautje in jouw schoen ligt. Denk je dat de pieten zullen komen vannacht? Morgen wil je niet slapen. Of wil je niet slapen? Nee, morgen. Oh, ga je morgen pas slapen? Ja. Oh, oké. Wordt een lange nacht. Maar de pieten niet. Want je moet eerst gaan slapen. Zullen we nu lekker naar boven gaan, lekker een bad? Kun je daarna nog op je kamer spelen, want jullie slapen vanavond bij elkaar. Ja. Dat is heel gezellig. Nee. Kom jongens, we gaan naar boven toe. Yes. Ja. Nou, kom maar, ga je mee Lux? Nou schoentjes. Ik ben benieuwd wat er morgenochtend in jullie schoentjes zit. Oh, ja. Laarsjes. Laarsjes. Oké, dan gaan we eerst even heel erg snel in bad en de pyjama aandoen, hè. 1, 2, 3. Wow, ja. Dat is snel gegaan. Ja. Nou, kruip er maar eens even in. Ik ben wel heel benieuwd hoe jullie daaronder gaan liggen. Past het wel? Met de sterretjes daarboven. De sterretjes, dat zijn lampen. Ja, het lijkt wel een beetje op sterretjes. Het ligt lekker. Och, wat een lekker bedje. Dan gaan we hier zo slapen. Schattig. Kijk dan. Ligt het lekker, liefie? Mam, schattig. Ja? Ja, hoe zit dat zo licht? Ik vind het leuk. Ja. Ziet er heel leuk uit. Top. Is het tijd voor een... spelletje. Spelletje. Hoppatee. Die wouden jullie doen, hè? Ja. Nou jongens, jullie mogen nog een kwartiertje spelen. En dan gaan jullie wel lief slapen. Want morgen zit er misschien wel iets in jullie... schoen. Schoen. Ook in jouw schoen. En mama. Ja. Ja. En ook, ja, ik weet niet of er wat in mijn schoen is. Dat is nog echt even een verrassing. Maar dat zien we morgen wel weer. Nou, vond je dit nou een leuke vlog? Doe even de... duimpje omhoog. Vergeet niet te... abonneren. Klik op belletje en we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Doei. Slaap lekker. Doeg. Bye. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee, dans mee en blijf.